Wie zelf niet behept is met het virus, ja, die verklaart ze volkomen voor gek. Mensen die meedoen aan survival runs. Voor de lol door de modder baggeren, over hindernissen klauteren en letterlijk fysiek kapot gaan. Maar ja, feit is wel dat steeds meer mensen zo'n sportieve uitdaging aangaan. En ja, dan is ook altijd weer baas boven baas, de Ultra Survival Run afgelopen zomer. Die doet er nog eens een schepje modder bovenop. Kijk maar even mee. Ultra Survival Run. John Wiggerman, deelnemer, welkom. En Gerrit-Jan Vels van de organisatie. John, als ik dat zo zie, joh, het leek wel alsof je door het riool kroop. Je bent echt knettergek. Ja, een beetje gek moet je wel voor zijn. En een beetje sportverslaafd, alles leuk vinden. Grenzen opzoeken. Overal doorheen gaan, door water, bossen en heel veel hindernissen. Heb jij zo'n saai leven dat je deze uitspanning nodig hebt? Nee, juist niet. Daarom doe ik dit ook. En het is gewoon mooi om heel veel verschillende sporten te doen. En je moet sportief zijn, alles kunnen, allround zijn. En uitdagingen hou ik van. Dus vandaar dat ik survival runs doe, al vanaf 1989. Zo. De mensen aan de overkant van jou aan tafel, ja, die houden ook van een uitdaging. Welkom, ja, Jason, Frederick en Daisy Oosterbaan. Deze uitdaging ook wel eens aangegaan, Daisy? Nee, ik heb hier ontzettend veel respect voor. Want ik kijk ernaar en ik ben zo onsportief als wat. Dus als ik hier naar kijk, denk ik respect. Want nee, ik zie het mezelf niet je doen. Je hebt nog zieltjes te winnen, John. Ja. Dat merk je al wel. Maar ik kijk even naar Jason. Ja, ik heb het wel gedaan. Ja, ik kom zelf uit Raalte, dus Weesp is inderdaad ook heel dichtbij. Want die wordt organisator van Weesp. En ik denk in 2010, 2011 met vriendengroepen meegedaan. Ook nog een keertje met mijn vader zelfs. Ja, echt? Dus ik had toen het virus wel een beetje te pakken. Maar ja, dan ga je studeren en dan ga je naar ergens anders naartoe. En dan wijkt het een beetje los. Maar dat was altijd heel leuk. Heel tof. Je hebt toch iets andere passie gekozen, hè? Ja, ik kon niet zo goed touw klimmen. Dus toen ging ik... Ja, dan moet je komen trainen. Dan moet je komen trainen. Die ultra, het heet nu voor niks ultra run, hè, survival run. Die gaan dan weer een stapje verder dan wat wij kennen. De strong man, de strong sister run. Toch, Gerrit-Jan? Klopt. Ja, het is eigenlijk een mega survival run, zeg maar, in dit geval dan verdeeld over 3 dagen. En een strongman run is een evenement van een kilometer of 20 en dit ging over 300 kilometer ongeveer. Dus dat is 300 kilometer, 4 provincies deed je aan. 10 etappes. Ja, 10 etappes en in teamverband, toch? Ja, klopt. Alle teams bestonden uit verschillende trainingsgroepen uit Nederland van de survival sport, zeg maar. En elk team had 7 atleten, waarbij de per etappe steeds 4 atleten deelnamen, zeg maar. Dus dat was dan een soort van estafette vorm in. Ja. De etappes waren wel elke keer een andere dag, toch? Neem ik aan. Nee, er waren de vrijdag waren 3 etappes, zaterdag 4 en zondag ook 3 etappes. Okay. Ja. En dat ging wel achter elkaar door, dus dat zijn ze 1 uur tussen. Ja. Komt dat dan ook, moet je dat ook verdelen dan? Of doet iedereen alle onderdelen? Hoe werkt zoiets? Is er een soort estafette van? Hoe gaat dat? Elke etappe deden de 4 atleten mee. En je moest minimaal 4 etappes doen, dat sowieso. Dus 3 hadden rust, die zorgden dan voor de verplaatsing van alle spullen die je ook mee moest nemen. En de bus en de fietsen. Als je die niet nodig had en de verzorging, het eten, drinken. Nou ben je zo ervaren, hè? Maar eerlijk zeggen, heb je nou die momenten dat je denkt van GVD, dit is niet leuk meer? Die heeft iedereen, zeg ik altijd. Je krijgt in zo'n wedstrijd, krijg je gewoon een keer een inzinking. En dan is het de rest van je team die je meetrekt. En in ons geval was ik veruit de oudste. Ja, we kijken mee, hè? We zien ook wat... Dit bedoel ik. Jezus, is dat niet leuk meer? Ja, een duiker onderdoor. Veel eendenkroost. Zeker in de etappe van Zwolle was er heel veel kroost. Ja, Jason's favoriet touwklimmen. Ja, zeker weten. Ja. Maar wat doe je dan? Pep je elkaar op? Wat is dan de kick? Ja, gewoon de kick is het met z'n allen volbrengen van de wedstrijd. En zo goed mogelijk. En in ons geval mochten wij helaas niet strijden voor de plekken 1, 2 en 3. En toch hebben we uiteindelijk gewonnen. Tenminste, de kortste tijd. Ja. En ik vind het gewoon fantastisch van de rest van je team, die allemaal veel jonger waren dan ik.
En heel erg sterk en heel snel herstellen. Ze hebben jou op sleeptouw genomen, zeg maar. Ja, ja, dat klopt. Ja, letterlijk aan het elastiek. Ja. Maar de kick, het gaat je dus niet zozeer om winnen. Dat gaf je zelf ook al aan. Dat is dan ook niet gelukt. Maar is dat dan toch jezelf die grenzen verleggen? Moet dat nou, het gaat ons zeker wel om winnen. Oh. Alleen in dit geval hadden we een dame die uit een ander team kwam. Dus we mochten niet voor het echtje meedoen. Maar je had je in de reglementen gehouden. Ja, jawel, maar ja, goed. Lang verhaal. Verder maar niet over hebben. Nee. Maar ja, uiteindelijk hebben wij gewoon de snelste tijd neergezet en hebben we wel gewonnen, alleen werden we teruggezet naar plek 4. Ik ga even naar Gerrit-Jan toe. Jij zit in een organisatie. Hoe weet je nu, Gerrit-Jan, dat het niet te zwaar is? Dat lijkt me zo moeilijk, want je wil geen blessures en dat soort dingen. Ik bedoel, is dat gebeurd trouwens? Nou, op een paar hele kleine dingen na is het eigenlijk heel goed verlopen, zeg maar. Dus dat is op zich ook wel heel bijzonder als je kijkt hoe diep sommige atleten zijn gegaan en hoe lang, zeg maar. Ja, hoe bepaal je even niet te zwaar wordt. Uiteindelijk zijn we allemaal ervaren survival atleten die het georganiseerd hebben. Ik heb het samen met een aantal anderen gedaan, zeg maar. Screen jij mensen, kandidaten? Nee, we zijn eigenlijk bij elkaar gekomen dat wij zeg maar zelf in 2007 als deelnemer hadden meegedaan. We zaten elkaar een beetje gek te maken. Wat zou het gaaf zijn als we het nog een keer konden doen? Ja. En zo is eigenlijk 2 jaar geleden de bal gaan rollen en zijn we vorig jaar gaan starten met de organisatie. Het heeft trouwens zo lang geduurd omdat het lastig organiseren is, ja, met zoveel provincies, ja, deelnemende survival teams, et cetera. Ja. Ja. Maar is dit wel, gaan jullie dit vaker doen? Want dit is de groei, dit is wat men niet iedereen met alle respect heeft. Heel veel willen, het is een groeiende groep. Hè? Ja, er wordt nu al gezegd van het zou fantastisch zijn als we dit gewoon elke 5 jaar kunnen doen. Okay. En dan is het een beetje behapbaar. Ja. En er zijn ook al stemmen opgegaan volgens mij dat ze het dan meer in het zuiden van het land willen doen. En elk jaar dit organiseren, dat is niet te doen. Nee. Dat is een survival op zich, zeg maar. Ja, het kost ook gewoon een half jaar training. Goed, over 5 jaar, Jason, ga je meedoen? Misschien wel. Is dat te combineren met jouw passie? Oh, dat sowieso, dat weet ik zeker. Ja? Ja? Mm-hmm. Ja? En af en toe, als je op tijd over bent, even nog je gitaartje erbij pakken? Ja, nou, misschien eerder andersom, denk ik. Oké, nou, wie in ieder geval meer wil weten van die ultra survival run en die denkt van ja, toch wel leuk om lekker onderuit gezakt in de bank. Pilsje erbij, gewoon eens te kijken hoe anderen compleet maf zich uitleveren. Vanavond is de eerste aflevering van die Ultra Survival Run te zien bij ons om 7:50 en ook de komende dagen deel 2 en deel 3.